Ja. Ik kom er even bij, Peter. We zijn natuurlijk ook op zaterdagochtend alweer druk met van alles. Hey, maar bij jullie zat ik al een tijdje te wachten op het op nieuws wat naar buiten mocht. En het is nu eindelijk allemaal afgerond. Ja. We zijn in de Jamin voor de mensen die jullie niet... nou ja, het staat groot op jullie jassen, hè. En je ziet het ook aan alle snoep. Ja. Maar jullie zitten al een behoorlijke tijd hier. Maar jullie gaan verhuizen. En Jamin die verhuist, dat is toch wel bijzonder. Want het is altijd hier in de buurt geweest. En nu is de grote vraag even, waar gaan jullie naartoe verhuizen? Wij blijven in de buurt, maar we gaan naar nummertje 3. Zullen we heel even naar buiten lopen en dan even... Nou, ik loop een beetje weg voor de wind, want dat heb je met zulke apparatuur. Maar dit is dus nummer 3. En het staat nu van Delft op. Maar heel veel Middelburgers kennen het, noemen het toch het oude pand van Peter Christ. En omdat hij gewoon heel lang heeft gezeten hier. De Bruna zat er vroeger. Dat is al heel lang geleden. Maar hier gaan jullie dus naartoe. Hier gaan wij naartoe. En wanneer gaat dat gebeuren? Streven is begin maart. Even een slangetje op de arm natuurlijk. Maar dat is al behoorlijk snel. Wat natuurlijk ook interessant is, en jullie hoeven niet alles te vertellen, maar als je zo dichtbij blijft, waarom verhuis je dan? Wat is daar de belangrijkste reden voor? Ook een gedeelte van... er zijn al heel veel evenementen op de markt, waar wij ook graag toch wel iets van mee willen pakken. We zitten nu zeg maar, het is echt een zichtlocatie van op de markt. Afgelopen zomer hebben... Ja, dus eigenlijk de toeristen die dan op de markt zijn, of mensen die zien dan ook dat jullie daar zitten. Ja, en op de huidige plek zie je dat net niet. Net niet. Precies, ja. Afgelopen zomer hebben we ook geprobeerd een aantal zondagen de ijsverkoop te doen. Ja, dat lukte niet echt, omdat we echt uit het zicht van de markt zijn. Ja. We gokken hierop dat het een stuk beter gaat zijn. Ja, ja. Je bent vanaf het terras ben je zichtbaar. Er is soms ook een klein beetje te zeggen van met deze verhuurder. Heb je iets gunstiger meer... tarieven? Laten we het daarop houden. Ja, gunstiger tarieven. De communicatie wordt een stuk makkelijker. Ja, precies. Wordt meer meegedacht met ons. Ja, dat is ook belangrijk. Absoluut. En met dit pand is natuurlijk, want ik heb ook gezien, de bovenverdieping staat ook leeg. Gaan jullie dat ook gebruiken of gaat het in principe om beneden? Nee. Ik zou er best willen wonen, maar... Ja. Nou ja, het is een schitterend pand. Het is schitterend. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes met de verbouwing. En we komen terug in maart, hè. Dan gaan we het allemaal zien. Dank jullie wel.